Vandaag in het hart van Brabant Nieuws. Gemeente Geelze en Rijen blij met resultaten alternatieve afvalinzameling. Snellere resultaten bloedonderzoek ETZ. De gemeente Geelze en Rijen is blij met de eerste resultaten van het op een andere manier inzamelen van het afval. Zo zou volgens de gemeente de hoeveelheid restafval tussen december en februari 55% lager liggen dan in dezelfde periode een jaar eerder. De hoeveelheid GFT en PMD is daarentegen juist toegenomen en de hoeveelheid ingezameld oud papier is gelijk gebleven. Sinds december 2018 maakt iedereen in de gemeente voor het restafval gebruik van ondergrondse containers in de wijken. Afval dat gerecycled kan worden, zoals GFT, PMD en papier, wordt nog wel aan huis opgehaald. De gemeente hoopt uiteindelijk dat er in 2020 nog maar 100 kilo restafval per inwoner wordt opgehaald. En in 2025 zou het zelfs tot 30 kilo verminderd moeten zijn. Patiënten op de spoedeisende hulp van het ETZ krijgen voortaan sneller de uitslag van een bloedonderzoek. De snelheid zit hem vooral in de manier waarop het systeem nu geautomatiseerd is. Vanaf de spoedeisende hulp wordt het bloed door een verpleegkundige per buizenpost naar het laboratorium gestuurd, waar een robot het werk overneemt. Daarmee duurt het proces een kwartier korter dan voorheen. Dat lijkt misschien weinig, maar volgens het ziekenhuis kunnen patiënten sneller naar huis of naar een andere afdeling. En kunnen er zo meer patiënten op de spoedeisende hulp geholpen worden.